Maar het voorstel dat vorige week is geopperd door minister Schippers en minister Van der Steur gaat dus niet alleen over mensen van boven de 90, die we nu de afgelopen week veel op tv zagen. In het nieuws bleek dat wel de groep waar het over gaat. Hè? Ja, maar dit voorstel zal uiteindelijk veel breder worden, omdat het heel moeilijk is om een leeftijdsgrens te formuleren. Dit gaat dus ook over hulp bij zelfdoding voor mensen van pak een beet 30 of 25, die hun leven zinloos vinden. Ja. En het is dus een veel breder voorstel. En wat vindt u er dan van? Daar maak ik me hele grote zorgen over. Ja, want? Ik ben bang dat dit zelfdoding probeert voor te stellen als een oplossing voor lijden. En dat het zelfdoding bijna romantiseert als een keuze die soms de beste kan zijn. Hmm.